Ik had een grootvader en een grootmoeder die mij heel veel vertelde over de geschiedenis, over de Duitse geschiedenis. Die ook veel echte, de ouderwetse hardcore sprookjes vertelde van Grimm. Dat waren dus niet de lieve sprookjes, maar ook wel echt de gruwelijke kanten van die sprookjes. En we gingen als kind ook vaak met mijn grootouders mee in Duitsland op vakantie, naar diepe oerbossen. En dan vertelde die ook dat soort verhalen. Dus dat vond ik eigenlijk altijd wel fascinerend. Onder het asfalt van het heden zitten de diepe karresporen van het verleden. Dus je kunt met de geschiedenis niet de toekomst voorspellen. Je kunt de toekomst ook niet alvast gaan oplossen. Maar je kunt wel laten zien dat heel veel conflicten, terrorisme is daar ook een voorbeeld van, dat die vaak lange lijnen hebben. Dat die voortkomen uit grieven uit het verleden. En als geschiedenis één ding leert, is het dat dit soort ingewikkelde problemen zijn nooit monocausaal. Er is nooit één oorzaak en er is ook nooit één oplossing. Het is altijd heel erg ingewikkeld. Dus de achtergronden zijn ingewikkeld en de oplossingen zijn ingewikkeld. Wat mij het meest aangrijpt, wat ik het allerlastigste vind en waar ik zelf eigenlijk, bang is niet het goede woord, maar wat ik wel eng vind, dat is de teleurgang van factfulness, dus de opkomst van fake news. Dus dat de basis voor onze vooruitgang, de basis van onze moderne samenleving, de kern van de hele verlichting, is geweest dat je als mens streeft naar het op de juiste manier ordenen van de feiten en de causale verbanden. En dat je daar met elkaar over hebt en dat je dan met elkaar vaststelt van nou, dit is wat er gebeurd is. En dat is eigenlijk helemaal op losse schroeven komen te staan. En dat merk je dus ook in discussies over terrorisme, dat het eigenlijk niet meer om de feiten gaat, maar om het drama. Ik ben dus bezig met mijn eigen fundamentele onderzoek naar de geschiedenis. Maar daarnaast ben ik ook bezig met een direct project om met kinderen en scholieren in gesprek te komen over wat terrorisme, conflict en veiligheid voor hen betekent en wat zij willen weten. Ik heb ook 3 kinderen op de lagere school. En juf en meester begonnen mij te vragen van ja, hoe ga je nou met kleine kinderen in groep 4 om die zeggen juf, IS zegt dat wij slechte moslims zijn. Of juf, waarom hebben ze in Nederland zo'n hekel aan Marokkanen en waarom denken ze dat wij terroristen zijn? Dus helaas leven we in een tijdsgewricht dat kinderen van de leeftijd van 7, 8 al met dit soort vragen geconfronteerd worden. En dan kun je maar beter de vragen die ze hebben, de kennis die ze hebben, proberen in een juiste context te gieten. Dus wij komen langs op scholen, geven trainingen aan de leerkrachten, kunnen ook zelf met de kinderen in gesprek gaan. En die mobiele site die biedt dus antwoorden op vragen die kinderen stellen. En die antwoorden die zijn wetenschappelijk onderbouwd. Dus als een kind vraagt wat wil Allah op het vlak van terrorisme, dan zeggen wij van nou ja, kijk, dit is wat de meerderheid van de moslims daarover zegt. En aan het eind van de les zijn eigenlijk al die kinderen heel erg trots op zichzelf. Dat ze het gesprek erover kunnen voeren. Dat ze het fijn vinden om grip te hebben op de materie, kennis te hebben. En dat ze het ook fijn vinden om met de juf en meester gewoon op deze manier erover te kunnen praten.